Exodus 10. En de Heere zeide tot Mozes: Ga tot Farao, want ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, opdat ik deze mijn tekenen onder hen tone, en gij aan uw kind en kleinkind kunt vertellen wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en welke tekenen ik onder hen verricht heb, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Toen kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de Heere, de God der Hebreeën: Hoe lang zult gij weigeren u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want indien gij weigert mijn volk te laten gaan, dan zal ik morgen sprinkhanen in uw gebied laten komen. Zij zullen de oppervlakte van het land bedekken, zodat men het land niet zal kunnen zien. Zij zullen de rest, het overgeblevene, dat u nog uit de hagelbuien gespaard is, afvreten. Ja, alle bomen die op uw veld groeien, afvreten. En zij zullen uw huizen, de huizen van al uw dienaren, de huizen van alle Egyptenaren, zo vullen als uw vaderen en voorvaderen het nooit hebben gezien, van de dag af dat zij op de wereld waren, tot deze dag toe. Toen wendde hij zich af en ging van Farao heen. Daarop zeiden de dienaren van Farao tot hem: Hoe lang zal deze ons tot een valstrik zijn? Laat die mannen gaan om de Heere hun God te dienen. Beseft gij nog niet dat Egypte te gronde gaat? Toen werden Mozes en Aaron tot Farao teruggebracht en hij zeide tot hen: Gaat, dient de Heere uw God. Wie zijn eigenlijk van plan te gaan? En Mozes antwoordde: Wij gaan met onze jongens en grijsaards. Wij gaan met onze zonen en dochters, met ons klein vee en onze runderen, want wij hebben een feest des Heren. Hij echter zeide tot hen: De Heere mogen met u zijn, als ik van zins ben u met uw kinderen te laten gaan. Neemt u in acht, want onheil bedreigt u. Niet alzo, gij mannen moogt gaan om de Heere te dienen, want dat was uw verzoek, en men joeg hen van Farao weg. Daarna zeide de Heere tot Mozes: Strek uw hand uit over het land Egypte om de sprinkhanen, en zij zullen over het land Egypte opkomen en al het kruid des lands afvreten, alles wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn staf over het land Egypte uit en de Heere bracht een oostenwind over het land gedurende die gehele dag en de gehele nacht. En toen het morgen geworden was, voerde de oostenwind de sprinkhanen mee. Zo kwamen de sprinkhanen op over het gehele land Egypte en streken in het gehele gebied van Egypte in massa neer. Nooit tevoren was er zulk een sprinkhanenzwerm geweest en nooit nadien zal er meer zo één zijn. Zij bedekten de gehele oppervlakte van het land, zodat het land erdoor verdonkerd werd, en zij vraten al het veldgewas af en alle vruchten van de bomen die de hagel had overgelaten, zodat er geen groen meer overbleef aan boom of veldgewas in het gehele land Egypte. Toen haastte Farao zich Mozes en Aaron te ontbieden en hij zeide: Ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u. Nu dan, vergeef toch nog ditmaal mijn zonde en bid de Heere uw God dat hij althans deze dood van mij doe wijken. Toen ging hij van Farao heen en bad tot de Heere. En de Heere liet een andere, een zeer sterke westenwind waaien die de sprinkhanen meevoerde en ze in de Schelfzee dreef. Niet één sprinkhaan bleef er over in het gehele gebied van Egypte. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. Daarna zeide de Heere tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende 3 dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende 3 dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan,
maar alle Israëlieten hadden licht waar zij woonden. Toen ontbood Farao Mozes en zeide: Gaat, dient de Heere. Alleen uw klein vee en uw runderen moeten achterblijven. Ook uw kinderen mogen met u meegaan. Maar Mozes zeide: Gij moet ons niet alleen slachtoffers en brandoffers ter beschikking stellen, die wij voor de Heere onze God kunnen toebereiden. Maar ook moet ons vee met ons meegaan, zonder dat er een hoef ontbreekt, want daarvan zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmee wij de Heere zullen moeten dienen voordat wij daaraan komen. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij hen niet wilde laten gaan. En Farao zeide tot hem: Ga weg van mij, zorg ervoor dat gij mijn aangezicht niet meer ziet, want ten dagen dat gij mijn aangezicht ziet, zult gij sterven. Hierop zeide Mozes: Gij hebt juist gesproken, ik zal uw aangezicht niet meer zien.